ook allemaal. Zoals jullie zien en misschien. Oh, nee, jullie horen dat niet. En jullie zien wel. Zit ik in Microsoft Flight Simulator? Hier naast ons is, als het goed is, Rotterdam Airport. En we zitten in een lekker klein vliegtuigje. Is gewoon even een kort videootje. Ik ga proberen te landen. Ik weet niet of het gaat lukken, of het goed gaat lukken. Dat weet ik allemaal niet. Maar we gaan het gewoon lekker proberen. En we zien wel hoe het gaat. Dus eventjes kijken. Ja, ik ben niet de allerbest pilot, moet ik eerlijk zeggen. Maar ik doe mijn best, dus. Even kijken nu. Oh, dat bedoel ik. Dan moet je sowieso iets lager. Zo. Ik heb trouwens het gevoel dat het Rotterdam Airport is trouwens. Ik doe dit trouwens in real time. Dus bij mij is het nu ook donker. Weet je dat even weten? ik ben van mijn huis ongeveer hierheen gevlogen. Dat is ook grappig. Even kijken hoor. Ik ga het proberen een beetje zachte landing te doen. Maar ik weet niet of dat gaat lukken natuurlijk. Zoals ik zei, ik ben niet de allerbeste piloot. Geef hem nu een beetje flaps. Maar dat is het fijne aan dit vliegtuig. Je kan lekker langzaam mee vliegen. Ik weet niet of dit op de Rotterdam Airport is eigenlijk. Ik denk het wel, maar ik weet het niet heel zeker meer. Nou, dan kunnen we lekker naar beneden zetten. Lekker off centerline. Nou, ik heb hem aan de grond gezet, jongens. Daar ben ik al trots op. Misschien had ik het licht ook even aan moeten zetten ofzo. Nou, dat vind ik nog best nice ook. Hoppatee. Of lichter aan de grond gezet. Nee, dit is niet Rotterdam Airport. Dat zie ik niet. Maar goed, ik heb lekker een vliegtuig aan de grond gezet, jongens. Zijn jullie genoten hebben van deze video? Abonneer op mijn kanaal, heel fout. Ik ga de komende tijd wat minder video's op uploaden. Dan dat ik überhaupt al doe, want ik heb de komende week heb ik proefwerkweek. Dus daardoor kan ik geen video's opnemen. Dus ja, dan weten jullie dat. Ik switch er even naar machine wat ik niet moest doen, maar goed. Dan weten jullie dat ik even offline of YouTube ben. Maar goed. Ja, ik heb proefwerkweek zoals ik zei. Daar moet ik goed voor leren natuurlijk. En dan zeg ik tot die volgende video. Dan sta ik nog even snel op. Maar dan zeg ik in ieder geval voor nu tot de volgende video. En dan raad ik de lucht in. Tot de volgende video allemaal. Dag.